Maar de auto versnelt en we zijn vertrokken voor de 177ste verjaardag van Waregem Koersen. Maar Glacier is met het verkeerde been uit bed gestapt deze ochtend. En die springt in volle galop. Ook in de achterhoede zijn er problemen voor Dorop. En een van de kanspaarden zit in de grote problemen. In tegenstelling tot Gonsoir Le Foll. Aan de buitenzijde hebben we dan meteen de favoriet Playboy de Rijve. Ook Little Brigadoon die maakt de fout. En dat zijn we niet gewoon van hem. Doorheen de Gaverbeekbocht zijn we aan het lopen dan met Belgique en Nico Herhad op de derde plek. Aan de buitenzijde is dan Blauwer Max, die volgt in Mysterious Mom, die ligt dan in vijfde positie. De gouden draver van Waregem Draaf 2022 in vijfde stelling, maar vooraan is het Piet van Pollard, die naar de koppositie aan het lopen is, samen met zijn Playboy de Rijve. Playboy de Rijve die leidt met Gonsoir Le Foll in tweede stelling. Dan hebben we drie lengten verderop Blauwer Max, die nu de derde plek overneemt, met aan de binnenzijde volgend Belgique. Mysterious Mom die volgt dan op de vijfde plek. Miracle Yankee die ligt zesde. En we draaien dan de bloze bocht opnieuw in. En dat doen we nog altijd met Playboy de Rijve als koploper. De tweede van de Jules Stormen van vorig jaar. Die leidt op dit moment de dans wanneer we doorheen de bloze bocht draven. Met straks bij het passeren voor de tribune nog één volle ronde voor de boeg. In de opener op Waregem Koersen met Playboy de Rijve en Piet van Pollard. Onze twaalfvoudige Belgische amateurkampioen ligt aan de leiding. Gonsoir Le Foll die ligt tweede. Voet dan de zwoele adem in de nek van Blauwer Max. Daar is Nico Varit met Mysterious Mom. In vijfde positie volgt dan verderop Belgique met Miracle Yankee daarachter. En ondertussen kunnen we ook Little Brigadoon zien die zich terug in de koers aan het knokken is. Ook Jerome Butterfly die ligt opnieuw op de achtste plek. We draaien opnieuw de Gaverbeekbocht in de opener op Waregem Koers. En Piet van Pollard die zit met de handen vol in de Suzuki van Playboy de Rijve. Met een lengtevoordeel op in tweede stelling Koen Flippo met Gonsoir Le Foll. Mysterious Mom die ligt dan derde in de roodgroene kleuren van Mark Bruineel. Wanneer we de Gaverbeekbocht opnieuw uitkomen en verder weg aan de reling volgt dan Blauwer Max. Belgique die ligt dan momenteel in vijfde positie. De geel-rode kleuren van Miracle Yankee. Zesde, zevende aan de binnenzijde. Terwijl Belgique nu uitgesloten is. We komen richting de laatste bocht met nog zo'n 600 meter voor de boeg. En Piet van Pollard die zit zo stil als een kerkmuis in de Suzuki van Playboy de Rijve. Die gaat heel makkelijk richting die laatste bloze bocht met nog twee lengte voordeel. Playboy de Rijve heeft zijn lot in eigen handen. Maar Gonsoir Le Foll is bezig een kraker aan het lopen. Mysterious Mom die ligt nog altijd derde wanneer we op 350 meter nu van huis zitten. Playboy de Rijve, nu wordt hij in vijfde versnelling geschakeld en probeert die afstand te nemen van Gonsoir Le Foll. Daar is Mysterious Mom die de handschoen opneemt en we komen in de laatste 200 meter. Maar Playboy de Rijve die gaat er een one horse show van maken in de opener. En Piet van Pollard is op weg naar zijn vierde zege in deze amateurkoers op Waregem Koersen. Playboy de Rijve, een droom van een paard. Een droom van een Playboy. Playboy de Rijve, die wint het met de vier lengte voorsprong op Mysterious Mom, die een fraaie tweede wordt. Gonsoir Le Foll, die tikt als derde af voor Little Brigadoon. Vijfde Blauwer Max. En de anderen, die hangen knock-out in de touwen. Zo sterk was de dominantie van Playboy de Rijve, die in zijn laatste koers een tweede plek kon behalen op de baan van Parijs in Enghien was dat. En ondertussen is hij toe aan zijn 22e overwinning. En dat in nauwelijks 28 koersen. Het is echt een van onze jonge talenten waarmee we kunnen starten hier in de prijs. Jean Boucart, de Bree op Waregem Koersen. Een hele sterke winnaar. Hij overvleugelde de tegenstand met zijn klasse. Nummer 4, Playboy de Rijve met in de Suzuki, Piet van Pollard.